Welkom bij onze top 10 spellen om te spelen tijdens kerst. Ben je ook zo klaar met 30 seconds? Al die familieruzies naar de gourmet en iedereen kent alle kaartjes inmiddels wel uit zijn hoofd. Geen nood, want er is een top 10 spellen die je kan spelen tijdens kerst. Vooral leuk als je dus houdt van partyspellen die je super snel uit kan leggen aan andere mensen. Een beetje in de stijl van 30 seconds, maar dan leuker en nieuw. Inderdaad, nou ik ben goed gemutst. Ik heb er zin in, dus laten we snel beginnen. Op nummer 10 staat So Clover. En dat is op het moment dat we dit filmpje opnemen nog een redelijk nieuw spel. En het gaat daar om klavertjes 4. Je legt daar een blaadje op neer en daar staan allemaal woorden op. En je moet eigenlijk hints opschrijven die bij die woorden horen. Uiteindelijk haal je die blaadjes van de klavertjes 4 af en leg je ze in het midden neer. En dan moeten mensen dus connecties gaan maken tussen woorden die je hebt opgeschreven en tussen de woorden die in het midden van de tafel liggen. Het klinkt een beetje abstract, maar het is echt een pittige puzzel en ik vond hem verrassend leuk. Ja, en het grappig is het dan ook dat je waarschijnlijk één hint wel door hebt en dat komt dan wel overheen, maar dan moet je die andere 3 er nog in passen. En er zit altijd een kaartje bij waarvan je denkt, ja, dat kan ook bij wat ik heb opgeschreven. Dat was niet de bedoeling, maar als ze het nou maar door hebben. Ja, als je bijvoorbeeld warm opschrijft en je had bijvoorbeeld koffie staan, dan is dat heel logisch. Maar er komt nog een extra kaartje bij en als daar bijvoorbeeld op staat, ja, dan wordt het onmogelijk om te raden. Dus gewoon heel erg leuk. Het blijft leuk. Je moet gewoon een score halen eigenlijk. Dus ook niet te veel ingewikkelde regels. So Clover op 10. Op nummer 9 staat Stay Cool. En dit is echt een spel dat je alleen moet spelen als je een hele stressbestendige groep hebt. Want stress, dat krijg je in Stay Cool. Er worden namelijk tegelijkertijd 2 vragen aan je gesteld. De ene vraag moet je gewoon beantwoorden. En de andere vraag, daarvoor moet je het antwoord leggen met de dobbelstenen die voor je neus liggen. Maar ondertussen krijg je natuurlijk alweer de derde vraag die je moet beantwoorden. Terwijl je dat moet zeggen. Maar je probeert ook nog het woordje te leggen. En alles gaat door elkaar in je hoofd. En dan... dat... Ja, en mocht je nou denken, oké, dat kan ik. Nou, er zitten verschillende rondes in. Ja. Het begint nog vrij eenvoudig met gewoon een zandloper die standaard omdraait. Maar uiteindelijk moet je ook nog, zonder dat je de zandloper ziet, de zandloper in de gaten houden en op tijd zeggen dat hij om moet draaien. Want als je dat te laat doet, dan ben je af. Ja, precies. Alles weer kwijt. Het is echt best wel een stresserend spel. Zeker. Maar heel grappig met de juiste groep. Stay cool. Op nummer 8 een spel waarbij je net wat meer regels uit moet leggen. Het is niet ingewikkeld, maar wel wat pittiger dan de andere spellen die we genoemd hebben. En dat is Paranormal Detectives. En het thema is hier rechtstreeks gejat uit Mysterium, maar toch is het heel erg leuk. Je hebt een geest en die moet op allemaal verschillende manieren dingen uitleggen aan verschillende personen. Dus het kan zijn dat hij touwen moet vormen om iets duidelijk te maken hoe die overleden is. Of hij moet proberen een meme te praten of een meme te doen. Of hij moet kaarten leggen om duidelijk te maken waar die overleden is. Een geluid maken. Er zit echt van alles bij. Er zit van alles bij en de andere spelers moeten zo snel mogelijk proberen te raden wat er nou precies gebeurd is. En de speler die dat als eerste doet, die wint het spel. Het is gewoon heel erg sterk, ook perfect voor rondom de kerst, vind ik. Ja, en ik vind het ook leuk dat je deze ook met z'n tweeën kan doen, want wij spelen hem best wel vaak met z'n tweeën. Het is gewoon heel leuk, dan moeten andere spelers gewoon raden wie, wat, waarom, wanneer, hoe. Er zijn 5 vragen die je moet raden. Maar het is gewoon echt heel leuk, een beetje Cluedo, maar dan tegen elkaar. Ja, nou ja, dat heb je met Cluedo natuurlijk ook, maar het is gewoon echt een heel leuk spel. Helemaal mee eens, dus daarom op 8 Paranormale Detectives. Op nummer 7 staat ook een spel dat je alleen moet spelen als je best wel stressbestendig bent. En dat is namelijk Team 3. Ook echt zo'n hilarisch spel waarin 3 rollen zijn die telkens roteren in de groep. Dus telkens heb je een andere rol. De ene rol is dat je moet bouwen. En dat betekent dat je met deze blokken vormen moet gaan bouwen die op een kaartje staan. Het enige probleem is, je ziet het kaartje niet en je ziet eigenlijk niks. Maar je hebt je ogen dicht of je hebt een theedoek voor je ogen. Dus je ziet niet wat je aan het doen bent en moet op de tast dingen bouwen. De tweede rol is degene die weet wat er moet gebeuren, maar die mag niks zeggen. Dus die heeft wel het kaartje, maar die moet met allerlei gebaren aan de derde persoon proberen uit te beelden over welk blokje het gaat en wat daarmee moet gebeuren. En de derde persoon, die mag dus wel praten, heeft ook geen idee wat er moet gebeuren, maar die moet dus met die aanwijzingen doorzien te krijgen wat er moet gebeuren en die moet zeggen ja, naar beneden, ja, nee, naar links, ja, laten zakken, ja, precies, nee, dit is goed, oké, volgende blokje. Nou, zo ga je door totdat je het kaartje gaat. Hebt.
En had ik al gezegd dat het in 3 minuten moet? Ja, het moet heel snel. En het wordt ook steeds moeilijker. Je hebt makkelijke kaartjes, maar je hebt ook hele moeilijke kaartjes. Dat je alle keuzes in je leven betwijfelt omdat het zo pittig is, maar wel heel leuk. Ja, echt hilarisch. En je wordt er ook steeds beter in. Je wordt er steeds beter in, dus daarom op 7, team 3. Op nummer 6 een spel voor alle liefhebbers van Dixit, maar dan nog net wat uitgebreider. En dat is namelijk Detective Club. En ook hier moet je weer prachtige kaarten neerleggen, maar daarop prachtige illustraties waarbij je iets duidelijk moet maken. Je hebt 1 speler die legt een kaart neer en de andere spelers leggen kaarten neer die daarop lijken. Maar 1 speler weet niet wat er aan de hand is. Nee, die heeft geen idee. Die denkt, oh, jij legt iets groens neer. Oh, jij legt ook iets... Oké, we gaan voor groen. En dan blijkt dat het heel ergens anders om ging. En het leuke is, uiteindelijk moet je ook uitleggen waarom die kaart erbij past. Ja. Dus als je geen idee had wat over ging, ja, dan moet je gewoon een verhaal bedenken wat nergens op slaat, maar wat wel mooi aansluit. Jij kan dat echt verrassend overtuigend. Ik vind dat heel erg leuk. Dat zegt niks over mijn privéleven overigens. Maar in het spel vind ik het heel erg leuk. Dus daarom Detective Club kon niet ontbreken in deze top 10. Op nummer 5 staat een super tof raad het woordspel. En dat is namelijk De Crypto. En dit is nog best een pittige jongen voor een raad het woordspel. Maar hij is echt ontzettend leuk. Je werkt in teams en je probeert door codetaal door te geven aan jouw teamgenoten op welk woord jij doelt. Je hebt namelijk allemaal woorden voor je die jouw teamgenoten ook kunnen zien. En jij moet daarna refereren en dan moeten zij weten om welk woord het gaat. De andere spelers uit het andere team, die zien niet welke woorden dat zijn. Maar die horen natuurlijk wel jouw hint. En die moeten proberen de hints aan elkaar te koppelen. Dus stel je voor, het woord wat staat op jouw blaadje is mos. En jij probeert eraan te refereren door het woord groen. Dus je zegt groen en de medespelers weten, oké, groen hoort bij mos. Maar jouw andere team, die hoort natuurlijk wel het woord groen en die schrijven dat op. En die weten, oké, de hint voor het eerste woord is groen. In een ander deel van het spel noem jij een nieuwe hint en is jouw hint bijvoorbeeld gras. Dan kunnen zij denken, hey, de vorige hint was groen, zou deze hint gras ook terugslaan op dit woord? En als zij eerder doorhebben dat het de code is voor dat woord, dan winnen zij een punt. En op die manier kun je dus eigenlijk winnen zonder dat je weet welke woorden er nou daadwerkelijk staan. En je kan zelfs uiteindelijk raden welke woorden er staan door alle hints. Ja, het zit zo slim in elkaar. Het is echt een briljant spel, wel een stukje pittig na 30 seconds. Maar als je op een gegeven moment denkt, ik heb dat wel gezien, dan is dit gewoon, ja, briljant. Ja, ik vind het echt geweldig. Op nummer 4 een spel dat net wat anders is dan de andere spellen in onze top 10. En dat is Trails of Turkana. Je hoeft hier geen woorden te raden. Je hoeft hier niks uit te beelden. Er zitten zelfs geen geesten in. Maar het is wel een heel erg leuk spel. Wat ga je doen? Je draait 2 kaarten om. En iedereen gaat een route tekenen tussen die 2 grondstoffen of bouwgronden eigenlijk die je op de kaarten ziet staan. En daarmee moet je uiteindelijk routes vormen. Je wil verschillende steden met elkaar verbinden. En je wilt steden met symbolen met elkaar verbinden. Als je dat zo goed mogelijk doet, dan krijg je er veel punten voor. En als je de meeste punten hebt, dan weer in het spel. Het is heel simpel. Er zitten 2 kanten in. Een korte kant en een lange kant. Het komt hier heel vaak op tafel. Dus Trails of Turkana op nummer 4. Op nummer 3 staat het spel Splurt. En dat is op het moment van opnemen ook een gloednieuw spel. Dus waarschijnlijk ken je het nog niet. Maar het is heel grappig. Je hebt een stapel kaarten en je moet 2 dingen aan elkaar combineren. Je hebt een onderwerp en je hebt een letter. En degene die als eerste het goede antwoord noemt, die krijgt de kaart en dus een punt. En zo speel je door tot een x-aantal punten. Kies dat gewoon even zelf. Maakt afhankelijk van hoe lang je wil dat het duurt. Maakt niet uit. Oké, voorbeeldje. Klaar voor? Zeker. Oké, het is een stripfiguur met een G. Goffie! Oh, dit... Het was letterlijk tegelijkertijd. Oké, ik weet niet wie nu een punt krijgt. Vecht dat zelf maar uit. Maar Splurt is in ieder geval een hele leuke tip. Ja, het is een gemiste kans dat we Just One niet op 1 gezet hebben. Maar op 2 is het ook leuk. Just One dus een heel simpel spel. Je krijgt namelijk een woord te zien en je mag daar 1 woord als hint voor opschrijven. Maar het lastige is, als mensen dezelfde hint opschrijven, worden die weggestreept. Het is namelijk coöperatief. Uiteindelijk wil je zoveel mogelijk woorden hebben die 1 speler ziet en dat hij op basis van al die hints het woord dat hij of zij moet raden, kan raden. Maar als je dus dezelfde hints geeft, worden ze weggestreept. En zijn er minder hints over voor de speler die moet raden. Dus je moet wel duidelijke hints opschrijven, maar ook weer niet te duidelijk dat andere spelers hetzelfde opschrijven. Het is behoorlijk pittig. Ja, en als je allebei denkt, ik doe die ene niet, want waarschijnlijk doe jij die ook. En je, dan heb je zelfs te onduidelijke hints, waardoor het nog niet duidelijk is. Het is elke keer denken, oké, wat ga ik opschrijven? Gaat die ander dat ook doen? Oké, doe ik het dan wel of doe ik het dan juist niet? Of als we het allebei niet doen, dan ontbreekt dit woord en dan is eigenlijk ook niet handig. Het is echt heel grappig. Ja, op een gegeven moment krijg je dan alleen gras om de spelletjesvrienden uit te beelden. Ja.
Dat gaat niet lukken, maar wel heel erg leuk. Dus ja. Just One op nummer 2. En op nummer 1 staat ook een gloednieuw spel op het moment van opnemen. En dat is namelijk Hitlist. En dat kun je ook echt super snel uitleggen. Op een kaartje staat een vraag en begrippen. Je stelt de vraag aan je team en het team moet raden welke begrippen er op het kaartje staan. Er zijn 6 begrippen, 5 zijn er te doen. Eentje is best moeilijk, krijg je meer punten voor. Je probeert er zoveel mogelijk te raden van die er op het kaartje staat. En als je niet alles raadt, mag het andere team ook nog een poging wagen voor 1 punt, voor 1 begrip. Laten we het gewoon even voordoen. Ben je er klaar voor? Ja, ik draai hem om. De vraag is appelrassen. Appelrassen? Ja. Oh, ja, ja, hoeveel ja, ja, appelrassen ken jij? Jona Gold. Ja, dat is 1. Wat hebben we nog meer? We hebben natuurlijk Pink Lady. Ja, heel goed. Oké. We hebben Jona Gold, Pink Lady. Dit is wel een blackout, joh, mensen. Wat hebben we nog meer? Ja, dat heb je altijd. Je krijgt meteen een blackout. Appelrassen. Oké, wat doe je in de appeltaart? In de appeltaart doe je appels. Top! Jona Gold, Pink Lady. Ja, ja. Stop maar! Ik schaam me een klein beetje. Ja, snap ik terecht ook. Nee, dat is een grapje. Want ik kon ook de Disney-prinsessen ineens niet meer opnoemen die jij en mij vroeg. Snap ik. Oké, het was ook nog Elstar, Granny Smith, Fuji en Kanzi was heel moeilijk. Dat ken ik ook niet. Oh nee, Elstar had wel gewoon. Ja, daar was ik ook op gaan doen voor de avontuur. Nou, je snapt het. Hitlist is super makkelijk, maar wel super leuk om te doen. Ja, dus daarom op nummer 1. Gewoon weer een leuke nieuwe twist aan 30 seconds voor als je toe bent aan iets nieuws. Ik heb zin om Hitlist te doen, dus we moeten snel weg. Dit was onze top 10. Ja, nog heel even wachten tot het kerst is. Maar als het kerst is, kun jij in ieder geval helemaal los met deze top 10 spellen die leuk zijn om te spelen tijdens kerst.